Goed. Cubase, als je dat hier opent, ik ga dat nog een keer herhalen, want bij sommigen onder jullie is dat alles niet helemaal duidelijk. Als we starten met een project, dan gaan we altijd starten met een empty project. Ja? Ik duw weer op empty project en ik zeg hier aan Cubase van kijk, zeg mij waar je het gaat plaatsen. Ik zeg hier create. En ik wil dat in mijn geval nu eventjes plaatsen in schooljaar zoveel. Ik maak een nieuwe folder met de volledige benaming. 4TGMB zitten we vandaag. En dan al de andere dingen erbij. Mijn naam, het vak. Ja, ondertussen weten jullie dat wel al. We zitten met project 5. Ik doe dat open. Ik krijg er nog een ding. En dan heb ik een leeg ding. Ja, een lege Cubase. Voor nu te weten dat we klank hebben, moeten we eigenlijk makkelijkst van alles eventjes de metronoom opzetten. En als je de metronoom opzet en je hoort die een typische klik, klak, klak, dan weet je van oké, okay, mijn klank werkt. Hey, er juist waren er mensen die dat miserie hadden, dat ze niks hoorden. Bij sommigen stonden alle kanalen af. En bij anderen was de geluidskaart niet goed ingesteld. Als je dat bij je thuis hebt, dan kan dat zijn dat hier in de studio setup uw geluidskaart nog moet aanduiden. Ik heb hier op dit moment 3 geluidskaarten. Oftewel heb ik de ingebouwde van een iMac. Oftewel heb ik de Steinberg. Dat is degene dat voor jullie neus ligt. En in mijn geval gebruik ik nu mijn geluidskaart, eigenlijk de software voor die video op te nemen. Ja, voor die een vlog te maken. Dus voorlopig stuur ik mijn audio naar daaruit. Ja? Ik weet al dat ik klank heb, dus we kunnen al iets doen. Op dit moment kan ik eigenlijk nog niks doen. Ik heb nog niks van kanalen. Dus ik moet hier een audiokanaal toevoegen. Bijvoorbeeld een mono-kanaal of een stereo-kanaal. Nog even voor de duidelijkheid. Mono, dat wil zeggen dat alles mooi in het midden zit. Stereo wil zeggen dat er links en rechts... Kan het zijn dat het hetzelfde is, maar het kan ook even goed zijn dat je links wat meer bassen hoort en rechts wat meer hoge tonen hoort, bijvoorbeeld. Waardoor dat je een breder geluidsspectrum krijgt. Alles dat in stereo is, is voor onze oren altijd interessanter. Omdat wij 2 oren hebben, een linksoor en een rechtsoor. Stereo wil zeggen aan de linkerkant en de rechterkant in 1 file. Ik zet hier eventjes op stereo. En ik heb hier nu 1 file die dat zo noemt. Ik ga dat eventjes jingle 1 noemen. Ja. Jingle 1. Of gewoon jingle. En ik ga dat van eerste keer een kleur geven. In het oranje hier, of in het geelachtig. En ik heb direct een oranje kleur. Voor alle duidelijkheid, ik ben trouwens in Cubase 10 aan het werken. En het is ook de bedoeling dat jullie ook vanaf deze oefening in Cubase 10 werken. Waarom? Omdat er ook heel wat betere instrumenten in zitten. Ja? Dat is nu voor een jingle. Wilde hij hier een MIDI-instrument op toevoegen, dan gaat dat ook. Wat is MIDI? Of een gewoon instrument. MIDI is eigenlijk dat je kan blokjes tekenen en dat je digitale instrumenten kunt aansturen. Ja? Voor deze opdracht mag je dat gebruiken, maar moet je nog niet. Maar voor de opdracht, als je die in een sound design maakt voor die games, dan ga je echt met een MIDI-apparaten moeten werken. Maar dat is voor de volgende, dat zal voor na de kerstvakantie zijn. Een instrument track, wat is dat? Dat zijn eigenlijk inderdaad instrumenten dat je dan zelf kunt bespelen. Dus voor diegene... Sander, wilt je op de video? Diegene die dat graag een instrument een keer zou willen spelen. En het is de bedoeling, vandaag mag je experimenteren. Ik vind dat niet erg. Ja? Er is geen stress over dat het nu dringend af moet. Je mag gerust vandaag wat experimenteren. Een instrument dat Cubase van zichzelf heeft zitten is bijvoorbeeld de Helion Sonic. Dat is een instrument met allerlei mogelijkheden van klanken. Of je kan ook naar een druminstrument gaan. Dat is de Groove Agent, dat zit er ook in. Ik zal ze beter een keer 2 open doen. Als we bijvoorbeeld de Groove Agent een keer open doen, dan is dat een instrument. Eventjes geduld voor de computer. Een beetje veel geduld, precies. Ja, voilà. Groove Agent, als ik hierop klik, dan heb ik nog niks. Waarom niet? Omdat hem nog niet weet wat hij moet laten spelen. Je kan hier uit een hele hoop klanken zelf gaan kiezen welke dingen dat je wilt hebben. Dus als je bijvoorbeeld iets met dance muziek wilt doen, dan kun je hier gerust deze drumkit openen. Is het aan het laden op dit moment? Je ziet dat hem aan het laden is. Voilà. En als ik dan even beluister, ik zal het een beetje luider zetten, dan kan ik hier... En die klanken hebben jullie ook allemaal. Hè? Dat zijn geen klanken dat ik nu uit mijn hoed tover. Dat zit allemaal in die Cubase zelf van zijn eigen.
En zo hebben we een heel rits klanken, allerlei verschillende soorten genres en zo kunnen daar op zoeken. Doet er niet veel toe wat voor klankje dat is. Ik wil het u gewoon demonstreren. Als je nu iets wilt inspelen, dan kun je oftewel kiezen voor dat zelf te spelen op verschillende manieren. Oftewel hang je hier een keyboard aan. Voor diegenen dat dat keer willen doen, we hebben hier keyboards liggen met witte en zwarte toetsen. Je kunt dat gewoon zelf inspelen. Voilà, bij sommigen ligt dat er al voor. Maar bij de meeste moet je dat keyboard even nemen en ervoor leggen. Je mag dat gerust doen, je moet niet. Andere optie is dat je het speelt met je keyboard van je toetsenbord, dus van je computer zelf. Dat kan je ook doen. Hoe dat je dat kunt doen, dat kan ik hier laten zien door het transportpanel te laten zien. Dat is het transportpanel. En hier kun je met de rechtermuisknop kiezen wat dat je allemaal wilt zien. En heb je onder andere ook een pianorol, als ik me niet vergis. Waar staat hem hier? Ah, dat zit hier niet meer bij. Vroeger zat dat hierbij. Dan zit het... hier, onscreen keyboard. Ja, dat is hier het keyboard. En als ik dat hier vertel van kijk, ik wil dat spelen met het... of met de chordpads. Dan nog niet. Allee. Ja, dat is weer al anders dan vroeger. In ieder geval, normaal, ik heb dat gisteren toch direct kunnen doen. Waarom dat hem dan niet doet, weet ik niet. In ieder geval, de andere optie is in plaats van met het keyboard, ik ga dat zometeen nog een keer uitzoeken en opnieuw uitleggen, maar in ieder geval, indien dat je het niet met keyboard wilt doen, kan je het ook tekenen. En tekenen is gewoon, je neemt het tekenpotlood. We zetten iets leeg, ja. Ik zet het helemaal van voor. Trouwens, voor alle duidelijkheid, best wel uw song zetten in bars en beats. Zodanig dat je... een beetje in het ritme kunt spelen. Als ik hier een keer heel groot inzoom, van 1 tot en met 2. Ja, en ik zet een loopje van 1 tot en met 2. Ik maak mijn loop van 1 tot en met 2. Dan kan ik, ga je direct horen wat ik daarmee bedoel. Ik laat dat hier afspelen. Ik moet de loop opzetten uiteraard. Ja, nu speelt de hele tijd die een hoge toon, wat zeggen de begin van de loop begint en de hele tijd opnieuw. En als ik nu hierop klik... Ja, dan heb ik hier ergens normaal gezien die drumklanken. Ah, daar zijn ze. Ja, dat is hier deze drumklank. De C1, als ik nu hier met mijn potloodje op C1 vier keren iets klik, dan krijg ik bijvoorbeeld... Ja? En ik heb nu een eerste soort beat gemaakt. Ik zeg niet dat hij revolutionair is, maar het is wel een beat. Ja? Als je nu zegt van oké, dat is tof, dan kun je hier gerust ook knippen. Ja? Ik ga dat ene stuk wegknippen en ik hou één beat over. Ja? Wat zit er meestal in... Dus dat was voor die een beat. Ja?
of dat je nu een beat wilt maken, of dat maakt me eigenlijk niet veel uit. Dit is gewoon een uitleg wat je kunt doen als je zelf beats wilt maken. Hetzelfde met instrumenten. Dat was hier nu de Groove Agent, maar als je zou gaan voor een instrument zoals de Helion Sonic, dat is een ander instrument, dan kun je piano spelen of kun je met pads bijvoorbeeld geluiden maken. Ik ga hem even inladen. Het is eigenlijk juist dezelfde manier van werken. Het ene is alleen met drums, het andere is met andere klanken. Ja? Hier heb je ook weer allerlei mogelijkheden. Dus als je zegt van ik wil een keer een akoestische piano horen, de typische toestel daar beneden in de hal staat, waar je soms op zit te tokkelen. Ja, ik kan dat nu gewoon opspelen. Weer met de muis. En als ik nu diezelfde MIDI-informatie, dus diezelfde blokjes als dat hier, een keer zou opschrijven, dat gaat niet tof zijn, maar ik kan het wel een keer laten horen. Dus ik heb hier al die drum. Als ik dat gewoon kopieer, ik heb helemaal hetzelfde genomen en ik laat dat nu ook zo afspelen, dan gaat dat... Ja, je snapt wel, dat is niet de bedoeling natuurlijk, dat trekt op niet veel, maar je snapt wel het idee erachter. Uiteraard heb je hier ook wel de mogelijkheid voor heel makkelijk met akkoorden te werken. Ja, dus je kunt evengoed ook beslissen van kijk, hetgeen dat ik hier doe, ik wil dat een keer opnemen. Ik duw weer op play en op record. En ik duw hier gewoon op. Ja, dat is nu wel een beetje stom, maar ik zou iets kunnen maken van 4 maten lang. Wat doe ik? Die in een beat ga ik 4 keren kopiëren. Ik ga dat eventjes laten voordat het is. Ik heb hier gewoon op chord pads geduwd en nu maakt hem voor mezelf akkoorden. Dus je moet eigenlijk geen muziek kunnen spelen, je moet gewoon kunnen luisteren. Dan zijn we altijd nog tof van melodieën. Ik ga gewoon luisteren en dan iets kiezen. Ja, dus ik heb nu 4 maten die een beat gaat hetzelfde doen. Ik duw op play. Ik duw op record. Hier op record. Voilà, en we zijn bijna terug aan het begin. 2, 3, 4. Voilà, en dat is opgenomen. Ik heb eigenlijk zelf geen akkoorden moeten spelen, maar hoort wel dat dat wel nog dat schoon is van klank. Hè? En nu is dat nu kwestie van oké, dat is wel tof. Ik ga nog een keer iets doen. Iets dat ik heel veel doe als ik muziek maak, is gewoon duplicaten. Van ik ga dat keer duplicaten en ik kijk wat gebeurt er als ik diezelfde klank, ik ga hem hier eventjes moeten afzetten door mijn resolutie, diezelfde klank of diezelfde instrument in plaats van een akoestische piano. Ga ik geen akoestische piano nemen, maar ga ik bijvoorbeeld een strijker nemen. Hé. Voilà, een synthstrijker. Deze bijvoorbeeld. Je heeft hem ook geladen. Wat je nu gaat horen zijn 2 klanken tezamen. Ja, dus nu heb ik eigenlijk die dingen er samengenomen. En Ilian was hier al een show aan het geven. Hè? Dan zou dat even goed kunnen zelf gespeeld hebben, maar ik heb dat nu gewoon met die chordpads gedaan. Ja, misschien wel, als er hier andere mensen dat gaan zien, gaan zeggen, waarom legt hem dat niet uit van die verschillende instrumenten. Ik zit hier nu op MIDI kanaal 1 te spelen. Dat is misschien direct al wel veel info dat je krijgt. Ik kon hier ook gerust gezegd hebben van, kijk, ik ga nog een tweede kanaal of een derde kanaal aanspreken. Als ik hier vertel aan deze van kijk, gebruik nog een keer een andere klank. Trombone. En hier nog een andere klank. Aziatisch klankje, whatever. Ik ben maar even heel snel dat aan het doen. En je zegt aan het toestel van kijk, speel ik hier allemaal met hetzelfde kanaal. Dan ga ik ineens al die instrumenten te samen horen. Ja, nu hoor ik ineens al die instrumenten samen. Nu, dat was eventjes omdat ik merkte dat er een deel onder jullie precies wel een keer hoesting hadden voor iets te proberen met die instrumenten. Dat is heel simpel. En wat mij betreft, zolang dat je werkt, vind ik dat niet erg dat je daar een keer mee experimenteert. Ja? Smijt u daar een keer op. Gehoeft. Het is niet voor de snelheid dat we vandaag werken. Het is gewoon voor de dingen bij te leren dat we vandaag werken. Dus met blokjes tekenen kun je al fameus wat dingen zelf maken. Als je toch het gevoel hebt van, ja, maar ja, ik zou toch liever
met loopjes ook werken, dan kun je dat natuurlijk doen. En dan ga je bijvoorbeeld naar een site zoals Freesound. En voor diegenen die niet meer weten waar we dat kunnen vinden, op de Smart Cool blog. Sorry, op de Smart Cool dingen kun je alles vinden. Bij vakken Audio 4 TGM heb je hier normaal gezien documenten of je gaat nog makkelijker naar die een blog. Dat is de meest recente. Heb je hier weblinks. Onder andere van BBC Sound of van Free Sound Library. En dan kun je die gewoon gaan afhalen. Ja? Dat is het laatste dat hier opgesteld. Child Loves. Ja? Dat kun je daarin steken. Doe whatever wat hij doet. Maak er iets interessant van. Maak er iets grappig van. Iets dat je tof vindt. Denk gewoon, wat is het doel? Het doel is van een jingle te maken dat je in je radioprogramma kunt gebruiken. Ja? Dat hoeft niet te serieus te zijn. Dat moet ook niet mega hilarisch onnozel zijn. Maar het mag, er mag wel wat humor in zitten in hetgeen dat je maakt. Er mag ook gewoon heel mooi muzikaal zijn wat je maakt. Maakt me niet uit. Als ik het maar afspeel en denk van, ah, tof een jingle. Hoe geëxperimenteerd. Want ik besef heel goed dat het een experiment is. Jullie zijn er maar een paar weken bezig met audio. Dus ik besef heel goed dat dat hier nog niet de zotte commerciële jingle gaat zijn. Maar je kunt er wel aan werken. Ja, dat is de bedoeling van deze opdracht. Goed. Succes, het is bijna pauze.